Oh ja, morgen allemaal. Fijn dat je er bent, fijn dat jullie er zijn. Even checken of ze goed inslaan. Yes, iedereen is er. Nice! Goedemorgen. Op zondag, in plaats van zaterdag. Ik hoop dat het niet veel gedoe was voor jullie. Een aantal mensen hebben gisteren ook gewoon een andere workout gedaan. Nice, de core en body strength gaan we mee aan de slag. Jullie kennen hem. Matje, verder niet zoveel nodig. Misschien een theetje. Water, whatever. Zet misschien zelf een fijne lijst op als je dat fijn vindt. Misschien heb je de playlist van de vorige keer nog. Vind je zelf iets chill, bonifair, misschien iets moois, iets rustgevends of juist iets om de dag mee op te starten. Ook een tikkie meegestuurd in de onderschrift hier onderin. Super lief als je wilt doen, hartstikke fijn. Super regenachtig buiten. Laten we lekker rustig beginnen en er een pittige workout van maken. Daarnaast bedacht ik. Veel van mijn mensen die meedoen, die komen uit Utrecht. Dus ik dacht, misschien niet komen we kijken naar. Doe ik wel een workout live in het park of zo. Laat even weten of je zegt, oh, dat zou ik leuk vinden. Daar ben ik bij. Of nee, ik vind het juist heel chill dat het thuis is. Dus hou me alsjeblieft zo. Let me know. Alright. Gaan we beginnen, jongens. Beginnen we in een kleermakerspositie. Misschien wil je weer even wat beelvet naar de zijkant. Bonjour. Om echt even die twee zitbotjes onderin de mat te voelen, duwen. Geef jezelf 5 keer een diepe ademhaling in, diepe ademhaling uit. Je kan je armen mee omhoog brengen of gewoon je handen rustig laten liggen wat je zelf wil. 5 keer ademhaling helemaal voor jou. Bij de laatste uitademing laat je handen op die knieën rusten. Hou je ogen even dicht. Blijf diep in en diep uitademen. En nu wel even van links naar rechts op die zitbotjes. Duw ze 1 voor 1 in je mat, in je handen, in je kleed. Langzaam naar voor en achter op die zitbotjes. Blijf diep inademen, diep uitademen. En maak kleine cirkeltjes over die zitbotjes. Dus begin bij je 1, ieder voor het deeltje gewicht langzaam naar dat andere zitbotje. En de andere kant op. En eindig in het midden. Voel echt die zitbotjes de mat in te drukken. En kijk of je heupen boven die zitbotjes kan zetten. Dat betekent dat je onderrug iets meer lift omhoog. Je navel boven die zitbotjes en je schouders boven je navel. Het kan zijn dat het meteen veel spanning voelt om er echt overeind te zitten. Bij mij is dat echt zo. Maar dat is niet erg. Adem er gewoon doorheen en probeer die houding wel zo recht mogelijk te houden. Hoe meer we het oefenen, hoe meer we het doen, hoe makkelijker het gaat. Minder je spieren. Zeuren. Geef een aantal schouderrollen naar achter. Misschien voel je het wat kraken op deze zondagochtend. En naar voren. Blijf diep inademen, diep uit. En naar achter maak hem iets groter. En naar voren. En naar achter, vingertop op je schouders, elleboog bij elkaar. In een brede schouderrol naar achter. Dan raakt alles. En naar voren. Alright, shake it off. Adem diep in. Maak jezelf zo lang als je kan. Maak je rug recht. En 1 voor 1 je hand omhoog. Pluk wat fruit van die zondagboom. Deze dat je langzaam die zijkanten losmaakt en die kleine spiertjes in je rug. Dus die spiertjes die je recht houden. Spieren die je nodig hebt, maar die je ook los moet maken. Want anders gaat het heel snel vastzitten als je lang zit achter de computer, achter je telefoon, in de auto, whatever. Dus maak die af en toe los. Subtiel en langzaam.
Blijf diep inademen, diep uit. Kijk of je nog iets verder kan uitstrekken de hele tijd, die flanken. Adem in, maak jezelf zo lang mogelijk. Adem uit en twist naar de zijkant. Hand op je knieën en andere hand achter je. En twist je koor. Zorg dat je goed op die zitbotjes blijft zitten. Je onderrug blijft liften. Je borst blijft openen. Met elke uitademing kijk of je iets verder kan twisten. Mag met je ogen dicht, mag met je ogen open. Blijf nog rustig en diep ademen. Misschien nog ietsje verder. Adem uit. Adem weer in. Kom omhoog. Maak jezelf zo lang mogelijk. Adem uit naar de andere kant. Voor de twist. Op je knieën, hand achter. Blijf die onderrug mooi gelift omhoog houden. En kijk of je met elke uitademing iets meer naar achter kan draaien. Open die borst. Hou die ademhaling diep. Adem uit. Adem in, breng die arm omhoog. Handen voorlangs. Alright, welkom. Gaan we beginnen op de handen en knieën. De handen onder je schouders. Knieën onder je heupen. En die wrijven doe je goed in de mat. Yes. Adem in en maak een diepe ronde rug. Adem uit, maak hem op. Als je liever je ademhaling wil omdraaien, dan is het ook helemaal goed. Natuurlijk. De komende drie kwartier vooral wat voor jou goed voelt. Waarin jij jezelf uitgedaagd voelt. Niet zomaar omdat ik het zeg, maar ook omdat je het echt zelf voelt. Probeer die focus te houden bij je lichaam van, hé, waar voel ik nu deze beweging? Waarom ben ik dit nu eigenlijk aan het doen? Of ik voel iets en is het dan, betekent dat ik mijn spieren goed aan het trainen ben? Of doet het pijn en betekent dat ik iets verkeerd aan het doen ben? Ik kan jullie niet live correcties geven, dus wees er voor jezelf echt alert op. Als je vragen hebt, stuur hem ook altijd. Als je denkt, nee, bij die beweging voel ik altijd wat gek, hoor dat. Laat het me weten. Maak hem iets groter, dus iets holler die rug. Iets boller die rug, echt. Om je onderrug warm te maken, te stretchen. Blijf jezelf ook wegduwen van die mat, zak niet in. En we eindigen met een rechter. Twisten we even naar de zijkant. Dus je kijkt naar je rechterhoek terwijl die een beetje naar rechts draait. En naar links. Om echt die zijkanten even goed te stretchen. Goed op te warmen. Doe het ook in je eigen tempo. In je eigen tijd. Dus je kijkt over je schouder. Naar je fantastische bil. Alright. En we eindigen. Recht, wat we gaan doen, je rechterhand zet je in de mat, je linkerbeen zet je in die mat, je strekt het rechterbeen uit, de linkerarm uit. We hebben deze vaker gedaan, maar nu blijven we bij deze positie. Dus als we hem recht houden, helemaal recht, merk je dat we voor onze rug bezig zijn. En je trekt hem in voor je buikspieren. Ga je eruit en je trekt hem in. Als je recht bent, kijk of je een kleine puls omhoog kan maken voor die onderrug en voor je bil. Daarna trek je hem in. Puls omhoog. En naar het midden. Puls omhoog. En naar het midden. Wees dus bewust van wat je aan het doen bent. Wat je voelt bij welke beweging. Dus als die omhoog gaat, voel misschien je onderrug. Voel misschien je bil. En als je intrekt, voel die koor. Doe hem in je eigen tempo. Hij kan namelijk rustig en in controle. Maar hij kan ook wat sneller. En daarmee explosiever. Dus kies voor jezelf wat voor jou werkt op deze zondagochtend. Deze druilerige zondagochtend. Luister naar je lichaam en luister wat goed voelt. Je kan ook altijd rustig beginnen. En dan een sneller tempo. Of ben je explosief begonnen en denk je, wacht even. Nu pak ik hem even weer met controle. Doe dat.
Doe dat, het is jouw feestje. Maar het laatste wat je wil, is dat je zonder bewustzijn heel hard gaat sjorren aan zo'n spier. Dus blijf die focus houden en kies bewust van, hé, doe ik hem langzaam in controle, doe ik hem explosief en met die power, it's up to you. Blijf jezelf wegduwen van die mat, zowel in je vingers als in je wreef, duw jezelf actief weg van de mat. Doe dit nog voor 8, 7, 6 en 5, voor 4, voor 3, voor 2, voor 1, strek hem uit en hou hem vast. Duw jezelf weg van de mat, hij kan op je handen. Kan ook op je vuist als je last krijgt van je polsen. Duw die linker wreef in de mat. Hou hem vol voor 8. 7. Voor 6. En 5. 4. 3. 2. 1. Kleine pulsjes op en terug. Op en terug. Op en terug. Lekker bezig. Je mag hem voelen verzuren in die onderrug. Die gaan we straks even contra stretchen. Dus als die verzuurt, no probleem dan. Je mag het voelen in je bil. Je mag het voelen in je arm, in je been, die je zelf zo mooi overeind houden. Kleine pulsjes, je laat het niet verder zakken. Dus je begint als één rechte lijn. En dan die kleine pulsjes omhoog. Let's go. Voor 8, 7, welkom benen. 6 en 5. Fantastisch. Voor 4, 3, 2, 1. Zet hem maar even neer, leun naar achter in een child's pose. Even een ronde rug. Als je die armen uitstrekt, neem je ook mooi de stretch in die schouders mee. Het kan namelijk best wel zwaar zijn voor je onderrug als je constant die focus er zo op legt. Dus dan tussendoor, als je stretch nodig hebt, pak hem. Hè? Want ik kan niet genoeg doen, doe hem voor jezelf. Wat we nu gaan doen? Handen en knieën neer. Net zoals net, dezelfde standaard positie. Maar wat we nu gaan doen? Je benen komt schuin naar je toe en je trekt je andere hand mee naar achter. Dus komt schuin, hop, en terug. Hop. Wat we hiermee willen, is dus inderdaad die knie komt naar de zijkant voor een stukje flank en ook zijkant van die bil en been. En je hand druk je in de vuist met power terug. Stoot hem uit. Power terug. Lekker bezig, jongens. Ik voel soms wat knak als ik hem naar rechts doe in mijn heup. Bij mij doet het geen pijn, dus dit is geen probleem. Voel even bij jezelf wat jij ervan vindt, als je dat ook ervaart. En trek die arm met power naar achter. Je strekt jezelf ook weer helemaal uit. Maak jezelf ook weer helemaal recht. Lekker bezig, jongens. Hou hem hoog. Hap en terug uit. Hap en terug uit. Yes. Als je keer omvalt, geen probleem. Hou hem vol voor 8. 7. Voor 6. En 5. Lekker bezig. 4. 3. Juist. 2. En zet hem even terug. Als je wil, kom je even naar je child's pose. Rond de rug. Gaan we overeind. Weer naar alle 4 de posities op de mat. En strek weer andere arm en andere been uit. Zorg dat je linkerhand echt in die mat duwt. Je rechterknieën wreef in de mat. En andere strek je uit. Alright, we gaan weer naar de beginpositie. Dus een kleine puls omhoog. Trek hem naar binnen in een crunch. Strek jezelf uit. Puls omhoog. Naar binnen in een crunch. En kies weer voor je eigen tempo. Rustig en in controle. Of iets sneller, iets explosiever voor die power. Maar wat je ook doet, zorg dat je elke keer bij dat lang maak jezelf uitstrekt. Maak je lichaam zo lang mogelijk. En voel ik echt die kleine paps omhoog. Op en in, uit. Op, in, uit, op. Yes, lekker bezig jongens. Blijf ademen. Voel die rug. Voel je benen, voel je armen.
Blijf die focus leggen. Blijf je ademhaling diep houden. Blijf jezelf uitstrekken. Voel die spieren. Span ze aan. Maak ze sterk. Het is niet zomaar beweging. Voel die kracht achter die beweging. Fantastisch, jongens. Hou hem vol voor 8. 7. Voor 6. En 5. Ja hoor. Voor 4. Voor 3. Lekker Celine. Voor 2. 1. En haal hem vast. Trek jezelf uit. Duw jezelf actief van die mat. Dus je duwt die handen actief weg. Die knie duw jezelf actief van weg. Laat jezelf niet inzakken. Ah. Strek jezelf uit. Zak niet in. Breng hem iets meer omhoog voor 8. 7. Maak jezelf lang voor 6. Voor 5. Lekker. Anderen hou vol voor 4. 3. 2. Kleine pulsjes. You got this. En je mag het voelen branden in dat standbeen. Je mag het voelen in dat bil wat omhoog gaat. In je onderrug, in je arm die je zo met power uitstrekt. Hou hem vol voor 8, 7, 6 en 5. Voor 4, 3, 2, 1. Laatste. Zet hem terug even in child's pose. Naar achter strek die armen uit. Lekker bezig, jongens. Adem diep in. Adem diep uit. Misschien voel je in dat beeld dat net zo stond. Ah. Jules, als je merkt dat je weer heel veel focus op één beeld gooit. Af en toe even tussendoor wisselen. Inderdaad, nu voel ik mijn rechte beeld een stuk meer. Omdat hij in het begin de workers heeft gedaan. En daarna nog worden op één been in balanceren. En dit is natuurlijk super pittig voor je been en je beeld. Dus tussendoor denk ik wel eerder wisselen of zo. Doe dat. Kom overeind. In de 4 posities gaan we weer terug naar die andere combinatie. Zodat we bedenken van welke, waar was ik dan nu? Volgens mij, daar ligt het niet. Jullie weten het vast veel beter. Wat we doen, we strekken hem uit naar links. En deze strekken we naar achter. Dus hop, en terug. Hop, en terug. Zet je hand breed neer, brede vingers, zodat je jezelf ook kan opvangen als je een beetje wiebelt. Het is namelijk ook een balansoefening. En terug. Dus als je een keer opvalt, omvalt, no problemen. Op. En terug. Op. En terug. Op. Juist. Adem vol, adem diep in, adem diep uit. Blijf die benen mooi omhoog uitstrekken. Hou die benen hoog, voel die branding in de linkerbeen. Jullie doen het super. 7. Voor 6. Blijf echt die hand naar achter trekken. Maak er een vuist van. Voor 4. Voor 3. Voor 2. De laatste. En even in een child's pose naar achter. Misschien wil je brede knieën maken, zo breed als de mat, tenen bij elkaar. Om ook even die bil goed te voelen. En iets lager te komen in de stretch. Alright, we willen voelen een beetje uit evenwicht. Dus gaan we even mee aan de slag. Ja, kom op je zijkant liggen. Wat is het nemen van wat is al lange tijd geleden. Elleboog onder je schouder. Duw jezelf actief weg. Rechterheup, linkerheup, hoe je ligt. Op de mat en die andere heup mooi erboven. Span die buikspieren aan. Ontspan die schouders. Trek je tenen naar je toe. We komen omhoog en naar beneden. Omhoog en naar beneden. Juist. Blijf diep inademen, diep uit. Duw jezelf actief weg. Blijf niet inzakken. Hop. En terug. En terug. Ah. En lekker jongens. Hopelijk hebben jullie wat leuke dingen gedaan met de zonnige dagen. Was het fijn. Ik had meer dan verwacht. Maar dat is top. Eindelijk warm. Volgende week komt u weer. Kijk of je iets hoger kan. Maar zorg wel dat je die heupen mooi boven elkaar hebt. Voor mij betekent dat ik iets lager kom. Is niet erg, zolang je het maar voelt in die bovenbeen. Een beetje in die bil. Bil komt straks nog meer. Hou vol voor 8, 7, 6, 5. Deze kan pijn doen. I know. 4,
3, 2, 1. Wat we doen, we pointen die teen weg en we maken cirkels naar voren. Bij deze is het belangrijk dat je buik mooi aangespannen houdt en echt mooi in één lijn. Als je hem namelijk heel breed gaat maken en mee gaat bewegen, dan haal je hem uit die onderrug en dan begin je aan te trekken en dat voelt vaak niet chill. Je mag hem echt voelen branden. Hij mag pijn doen. Als je denkt, nou, valt mee, point die tenen, grote, mooie cirkels. Gaan we de andere kant op. Hou hem vol. Dus je maakt hem altijd weer zo uitdagend mogelijk voor jezelf aan. Als je denkt, ik kan iets meer power, geef iets meer gas. Doe hem iets sneller, doe hem iets groter. Daag jezelf uit. Ga ervoor voor 8, 7, 6, 5, voor 4, 3, 2, 1, even rust. Als je de kramp voelt of je denkt, ah, ik verzuur, trek dan even die enkel naar je toe, zodat je je bovenbeen even stretcht. Bij deze, omdat je hem constant in die spanning houdt, kan het echt zijn dat hij in de kramp schiet. En dat is oké. Trek die tenen weer naar je toe. Wat we doen, je tikt vooraan, komt omhoog. Tikt achteraan, komt omhoog. Tik voor, terug, omhoog, achter. Blijf jezelf omhoog duwen. Even kijken of je ook zo kan. Kan ook zoals je dat fijner vindt. Ik voel hem zo minder. Dus weeg even voor jezelf af wat jij voelt. Ik voel hem zo het meest, omdat ik dan ook hoger kan met die benen gaan. Juist hem. Voel hem in de zijkant van je been. Beetje in je bil. En voor 8. 7. Voor 6. En 5. Lekker bezig. Voor 4. 3. 2, 1. En trek hem even uit. Voel die enkel. Strek dat bovenbeen. Alright, kom op handen. En knieën bedrijven eigenlijk een mooi rondje met datzelfde been waar we net mee hebben gewerkt. Gaan we nu naar achter en omhoog. Juist. Kleine dotjes omhoog. Trek die tenen naar je toe. Doe jezelf actief weg van de mat. En kijken of je iets hoger kan. Wat het mooie is bij deze oefening. Je voelt hem in je standbil. En in je bewegende bil. Dus dat is nice. Hou hem vol. Adem in. Adem uit. Ah, span die buik aan. Voor 8. 7. Voor 6. En 5. Voor 4. 3. 2. Voet naar het plafond. 90 graden met die benen. Up voor die billen. Dit is de laatste bil aan deze kant. Dus hou hem vol. Als je hem op je onderarmen wil, kan dat ook. Maar hou je dus. Wees goed bewust van wat je aan het doen bent. Laat hem branden. Lekker. Dus hou hem vol. Hou hem vol. Iets hoger. Je komt niet lager dan die 90 graden met die knieën. Hij mag branden in beide billen. Kom op jongens. Kom op. Hou hem vol. Voor 8. 7. Lekker maar doen. Voor 6. En 5. Hou vol voor 4. Juist. 3. 2. 1. Even terug als je wil. Even in een child's pose. De laatste keer weer terug naar voren. Op je tenen. Dat been waar we net steeds mee aan de slag gaan geweest. Kom naar voren. En terug. Naar voren. En terug. Dus je maakt een crunch alleen aan die linkerzijde. Als je hem iets wil uitbreiden, crunch en breng je dat been omhoog. Up. En anders dan vanuit de hoge plank, crunch en terug. Alleen maar op links, jongens. Laat hem branden. Voel hem pijn doen. Voor 8. 7. Voor 6. En 5. Voor 4. Voor 3. Voor 2, 1. En zit maar even. Gaan we naar de andere kant. Komt u maar liggen. Lekker jongens. Schouder. Nee, elleboog. Onder schouder. Je heup mooi op de mat. Andere heup mooi erboven. Span die buikspieren aan. Trek die tenen. Nee, toe omhoog. En terug. Juist. Hop.
Ah, lekker bezig, jongens. Zet je tenen mooi in. Doe jezelf actief weg van die mat. Ah, oeh, ben je verzuurd? Deze tenen lekker zeg. Ah, ga je nog goed? Ga je nog steady? Ja, toch. Allemaal knallers in de house, dan kan het ook. Hou vol voor 8. Appa. 7. Voor 6. Trek die teen goed naar je toe. Strek hem uit. Spreid hem weg. Blijf mooi en recht boven die mat liggen. 4. 3. 2. Point die tenen weg in cirkels naar voren. Blijf goed letten dat die heupen mooi boven elkaar boven de mat staan. Als je denkt, joh, ik wil echt wel lekker pittig maken. Ik kan nog iets meer strekken weg. Power in die been en grote cirkels. Doe met jezelf pijn aan de verwarming. Als je net zoals ik denkt, benen, dat gaat verzuren. Hou hem dan vol. Strek hem uit, cirkels naar voren. Hou hem vol. Blijf ademen. Let's go. Handvol voor 8. 7. 6. 5. Doe jezelf weg van die mat. Hou hem vol. 2 cirkels de andere kant. Kom. Lekker bezig. Heupen boven elkaar, mooi boven de mat. Als je naar achter gaat vallen, is het alleen voor je been. Maar we willen ook dat het voor je bil is. Hou hem vol, grote cirkels. Powerful cirkels. Kom, 8, lekker disken. 7, 6 en 5. Let it burn voor 4. 3, 2, 1. Leg hem even neer. Als je wil, stretch hem even tussendoor. Nice. Als je je knie vastpakt, kan je iets meer die achterkant stretchen. Iets meer die bilpartij. De laatste trek je tenen naar toe. Omhoog. Tik hem voorlangs. Omhoog. Tik hem achterlangs. Omhoog. Voorlangs. Omhoog. Achterlangs. Zorg weer dat mooie ruimte boven elkaar zitten. Span die buik misschien aan. Misschien een klein moesje. Dan hou je vast. Omhoog. Omhoog. Billen. Let's go. En benen. Natuurlijk, voor 8, 7, voor 6 en 5, lekker bezig jongens, 4, 3, 2, 1, even rust, draaien, om naar de knieën en de armen, strek dat been uit en omhoog en naar beneden, omhoog en naar beneden. En juist, nu jezelf mooi weg van die mat. Hij kan ook op je vuisten, eventueel op je onderarmen. That's up to you. Trek hem in, kijk of je iets hoger kan. Voel het in je been, voel het in je bil, voel het in dat linker standbeen. Juist. Lekker bezig, jongens. Hou hem vol voor 8, 7, voor 6 en 5. Toppertjes voor 4, 3, 2, 1. Zet hem even neer als je wil. Child's pose. Naar achter. Voor de stretch. Als je veel verzuring voelt. Met de vuist op die grote bilspier. Klop hem los. Gaan we jongens de laatste voor de benen. En de billen. In een hoge plank. Aan de rechterkant. Crunch. En terug. Een zijcrunch. En terug. Power op die armen. Lekker zeg. Ik kan dus ook iets groter maken. Ik kan hem ook alleen maar uitstrekken. Hop. Zodat je hem niet terugzet. Of helemaal groot maken. Hop. Daarmee pak je ook iets met die schouders en die armen mee. Kijk wat voor jou het beste werkt. Hop. 8. 7. Voor 6. En 5. Hou vol voor 4. Voor 3. Voor 2. De laatste. Alright, op die knieën even. In een child's pose. Lekker bezig, jongens. 2/3 van de workout. Gaat. Kom maar weer naar voren. Lekker bezig, jongens. Toppers. Wat we gaan doen, is weer even terug naar die hoge plank. Nog even, die armen nog aan het werk zetten. Wat we gaan doen, een hoge plank. Je hand zet je in midden. Strek je uit. Omhoog. Kom terug.
En strek je uit. Omhoog. Yes, doe maar mee. Let's go. Hop, omhoog. Maak jezelf al lang. Hou die buikspieren mooi aangespannen. En omhoog. Juist, je maakt echt een twist van die core. Je strekt jezelf helemaal uit. Dus het is een stuk buik en een stuk armen. Doe het ook op je eigen tempo, lieve mensen. Dat betekent langzamer en in controle of wat sneller met de explosiviteit. Zorg wel dat je in explosiviteit niet zwaartekracht al het werk gaat doen. Dat je gewoon een beetje twist, maar voel die twist en strek je uit zo lang als je kan. Hou vol, voel die armen, jullie kunnen perfect. Voor 8, 7, voor 6 en 5, voor 4. 3, 2, 1 en blijf even omhoog staan. Aan welke kant jij wil. Hou hier vast. Spreid die armen. En kleine pulsjes omhoog. Hij doet zeer aan jou. Hou hem vol voor 8. Hou hem vol. 7. Kleine pulsjes 6. Je kan het. En 5. Lekker bezig. Jongens 4. Hou hem vol. Hou hem vol. 3, 2. Andere hand. Aan de andere kant op de laatste acht. Je kan het houden vol. Kleine pulsjes omhoog. Hoppa. 7. Voor 6. En 5. Lekker bezig jongens. Hou vol voor 4. 3. Voor 2. En kom weer terug. Even ontspannen. Lekker bezig. Kom maar op je buik zitten. Op je rug liggen. Voeten komen dichtbij. Als je eventjes door die armen wil strekken of zo, open die borst. Open die borst. Of strek even mooi die schouders uit. Als je wil. Voeten dichtbij je binnen. Je strekt je armen uit. En je komt omhoog en weer naar beneden. Je komt omhoog en weer naar beneden. Let's go. Kijk of je die voeten aan de mat geduwd kan houden. Soms komen een beetje omhoog, dat is logisch. Maar kijk of je echt die voeten aan de mat kan duwen, zodat het alleen maar uit je buikspieren gehaald wordt en niet uit de zwaai van je lichaam. Alright. Als je gewicht in je handen wil houden of iets dergelijks, doe dat. Als je extra met elastiek of gewicht wil werken, maar je weet niet hoe, laat het me even weten, dan help ik je. Je kan deze workout ook veel zwaarder maken als je inderdaad met elastieken gaat werken of zo. Als je daar behoefte aan hebt, let me know. Hou hem vol voor 8. 7. Voor 6. En 5. Voor 4. 3. 2. 1. Kom overeind. Hou hem in de overeind positie. We gaan nu hetzelfde doen, maar een stukje langzamer. En dat betekent dat er meer focus komt te liggen op die buikspieren. Strek die armen uit. Die voeten duw je in de mat. We gaan langzaam 4 tellen naar beneden. 4 tellen omhoog. Constant hou je die rug recht. Die buik uitgespannen. En je strekt die armen uit. 4 tellen naar beneden. Let's go. Voor 4, 3, 2, 1. Maak hem af. Omhoog langzaam voor 4. 3, 2. Langzaam naar beneden. Voor 4, 3, 2, maak hem af naar beneden, omhoog voor 4, 3, 2, als je wil kan je nog even afsluiten met een top omhoog, daar gaan we, 4, 3, 2, naar achter, omhoog, 4, 3, 2, klap die voeten naar de mat, 4, 3, 2, naar achter, omhoog, 8 seconden, daar gaan we, you ready voor 8, 7, 6, langzaam, 5, 4, 3, 2, maak hem af, omhoog voor 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, naar beneden, langzaam 8. Klamp die voeten aan de mat, maak die armen lang, blijf ademen, gaan we weer omhoog voor 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, nog de laatste 2 voor 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, strek hem uit, voor 8, 7, 6, 5, 4,
3, de allerlaatste. Je kan het voor 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, de laatste omhoog doen we langzaam. Doe met ontspanning. Ah. Alright, dan gaan we nog even doen. En we strekken ons been uit. Dus we komen hier omhoog. We beginnen met singles. Dus we gaan naar achter, strek hem uit, omhoog. En zoals je misschien al merkt, in die singles kun je heel veel met zwaartekracht doen. Dus dan swing je jezelf omhoog. Maar we willen die benen aan de grond genageld hebben, zodat je echt omhoog komt met die buikspieren. Yes. Dan doen we nog een paar voor jezelf. Oh. De laatste, kom omhoog. Gaan we 4 tellen doen met z'n allen. Let's go. 4, 3, 2, 1 omhoog. 4, 3, 2. Dan gaan we plak die benen aan de mat. En laag omhoog. Langzaam in controle. 4, 3, 2. Ik strek hem uit. 4, 3, 2. De allerlaatste. 4, 3, 2. Strek hem uit. Omhoog. Lekker. Gaan we 8 tellen. De laatste. Let's go. Voor 8, 7, 6. Span hem aan. 4, 3, 2. Omhoog. Voor 8, 7, 6, 5, 4, 3. Nog iets langzamer. Je kan het. Kom op. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. En omhoog. Voor 8, 7, 6, 5, 4, 3. Nog 2. Maak ze perfect. Je kan het. Voor 8, 7, 6, 5. Spanning op die buik. 4, 3, 2. Omhoog. Voor 8, 7, 6, 5, 4, 3. De allerlaatste. Let's go. Voor 8, 7, 6. Hou langzaam. 5, 4, 3, 2. Omhoog. Voor 8, 7, 6, 5. Spanning. 4, 3, 2. Omhoog. Geef even een knuffel aan jezelf. Ja. Lekker zeg. Voetjes op de vloer. Je handen openen zich naar het plafond. Ontspan die schouders. En leun iets naar achter, zodat je die spanning voelt. Eigenlijk dat punt wat we net constant langs zijn gegaan. Waarbij dat oef, oef, wat willen we hebben. Zet de voeten iets dichter bij je lichaam. En zet die tenen op de grond. Strek die armen mooi uit. Voel die spanning in die buik. Dus als je denkt, joh, valt mee, nog iets naar achter. Als je denkt, man, ik val om of ik krijg last van mijn rug. Iets omhoog. Span die buik aan. Nu draai je die handen om. Dus met de palmen naar beneden. En kleine pulsjes. Optie 1 is dat je de tenen op de grond houdt. Optie 2 is dat je de tenen lift. Optie 3 is dat je je benen uitstrekt. Je wil dat je constant in die burn plek blijft. Die plek waarvan je denkt, oeh, het burnt. Ik val bijna om. Ik hou niet helemaal vol. Daar wil je het hebben. Als je tussendoor denkt, ik voel die burnies minder, ga dan weer iets naar beneden. Alright. En de pils. Misschien denk je, ik wil even afwisselen, dus af en toe strek ik hem. En af en toe buig ik hem. Dat is helemaal goed. Als je gewoon die voeten aan de grond houdt, is ook top, is zwaar zat. Misschien wil je afwisselen van voeten naar de grond en dan omhoog. It's up to you. Misschien wil je een combinatie maken, voet aan. Omhoog, strek hem uit, omhoog. Tik aan, omhoog, strek hem uit, omhoog. Hou hem vol. Voel die burn, adem er doorheen. Adem er doorheen. Jules, je kan het, hou hem vol. Lekker aan. En terug. Omhoog, strek uit. Aan volste linie kan. Omhoog, strek hem uit. Elise, lekker bezig. De laatste 8. Ik tel je af voor 8. 7. Voor 6. En 5. Hou hem vol. Voor 4. Voor 3, voor 2, en rust even overeind. En laat jezelf even hangen. Als je met een kleermaker zit doet en dan even naar voren beweegt, en je houdt die zitpotje op de grond, voel je ook meteen even een stretch in die billen en die benen. Dus laten we dat even doen. Ah. Lekker bezig, jongens.
Alright. Hou op onze rug liggen. Nog een paar minuutjes aan buikspieren. Niet heel lang meer, dus geef me nog alles wat je hebt, oké? Benen op de grond. Je handen strek je uit, schouderbladen van de grond. En tip dat plafond aan. Je weet het, als het een beetje verzuurt in je nek, één hand tussen je schouderbladen en omhoog. Als je echt die handen achter je gezicht wil hebben, dan is dat oké. Maar je beweging is omhoog. Je trekt niet aan je nek. Eigenlijk zou je je hoofd niet eens vast moeten houden. En toch voel je die beweging omhoog. Aanval de bovenste twee buikspieren. We hebben dit constant het middelste gedaan. Dus die pakken we nog even. De bovenste, de onderste. En de schaar. Kleine tikjes. Omhoog. Lekker bezig. Voor 8. 7. Aanval voor 6. En 5. Die kleine units voor 4. Voor 3. Voor 2. Ontspan. Benen omhoog. Zelfs bewegen omhoog, maar maak hem schuin naar de zijkant. Tik je kuiten aan, je enkels waar je komt, je knieën. En zorg dat je die schouderbladen lift van de grond. En beweeg echt omhoog. Kijk hoe hoog je kan. En voel zijwaarts die buikspieren. Hop, hop. Lekker bezig, jongens. Hou hem vol. Blijf ademen, tik nog ietsje hoger. Hou vol, jongens. Hou vol, hou vol. Voor 8. Lekker, Julia. 7. Voor 6. Hou vol, jongens. Jullie zijn erbij. 5. Je bent fantastisch. Weet je, voor 4. Voor 3. Voor 2. Voor 1. En laat ze even liggen. Vastkruis. Wat we gaan doen. Je ligt plat hier op je handen. Naast je billen. Of onder je billen, gaan even voor die onderrug aan de slag. Dus wat we willen is dat je onderrug, ja, onderbuik, sorry. Daarvoor willen we echt die onderrug in de mat geduwd hebben. Dus trek die benen uit en we scissoren ze langs elkaar heen. Je point die tenen weg. Ik doe hem nu omhoog en ik merk dat ik eigenlijk niks voor mijn onderrug. Dus dat betekent dat ik lager moet zitten. Hoe lager, hoe meer pressure op je onderbuikspieren. Dus kijk voor jezelf. Hoe laag wil ik die benen brengen om echt te voelen dat ik aan die onderste buikspieren aan het werken ben? Alright, don't fool yourself. Je hebt er niks aan als je hier 5 minuten zit te doen alsof je hard op werk bent. Maar eigenlijk niks aan doen bent, zonder bij je eigen tijd. Je weet gewoon om met te chillen. Doe die onderrug in de mat. Je kan je hoofd laten liggen. Doe dan echt die onderrug in de mat. Of je kan kijken naar die benen. Zodat je nog meer die hele buikspieren aangespannen voelt. Hou vol voor 8. Hou vol. 7, duw die onderrug de mat in. 6. En 5. Voor 4. Juist, voor 3. Voor 2. En rustig even die knieën in. Doen we een allerlaatste. Doen we een enerlaatste. Enerlaatste. Handen achter de rug. Je trekt 1 been uit. Je twist hem in. En zo wissel je die benen om. De ene laatste, jongens, je bent er bijna. Je bent er bijna. Deze is mooi wat je doet. Je schouderbuikspieren, maar ook die onderste buikspieren. Want elke keer als je hem uitstrekt, ben je weer die onderste buikspieren aan het trainen. Dus doe hem helemaal in controle. En zo snel als jij wil. Hou hem vol. Voor 8. 7. Voor 6. En 5. We gaan nu voor 10 seconden zo snel als je kan. Voor 10 seconden, that's it. Voor 3. 2, 10 seconden, let's go, zo snel als je kan. Hou hem vol, hou hem vol, hou hem vol voor 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alle laatste liggen mensen, kom op je buik. We gaan, vorige keer, wat was het nou, dinsdag? Volgens mij 30 minuten gepland. Zullen we 45 seconden doen? You guys with me? Alright, een lage plank, 45 seconden, je kan het, daarna zijn we klaar. 3, 2, 1, lage plank, let's go. Ik merk dat ik minder lange planken doe achter elkaar. En dan hou ik het ook echt minder goed voor. Ik vind het altijd echt pittig. Hou die billen mooi laag. Voel die buik aangespannen, hou die ellebogen mooi. Onder je schouder, en wat jij hoeft te doen is ademen. Ademen en aan iets leuks denken.
Ga je straks ontbijten? Ga je straks lunchen? Wat ga je doen vandaag? Het regen, misschien lekker thuis zitten. Ik ga taart bakken, dacht ik, carrot cake, why not? Waarom ben ik alles dingen aan het afsporten? Hou me vol, jullie zijn er bijna. Jullie zijn er bijna, nog 10 seconden. Je bent er bijna, hou me vol voor 8. 7, hou me vol voor 6. En 5, lekker bezig jongens, kom op. Voor 4. Voor 3. Voor 2. Voor 1. En ontspan. Kom even op je rug liggen. En strek jezelf helemaal aan. Oh, pakketje. Lekker bezig, jongens. Strek je helemaal uit. Elise, goed gedaan, schat. Celine, lekker bezig. Lydia, lekker gewerkt. Jill, fantastisch as always. Iedereen kwijt hard gewerkt. Goed bezig. Trek je knieën in. Kleine cirkels op je onder. Rosa, lekker gedaan. En de andere kant op. Zet je ene been neer, strek je andere been uit omhoog. En stretch de achterkant van dat been. Draai met je enkels als je wil. Enkel op je linkerknie, pak hem er tussendoor. Door het poortje trekken naar je toe. Je zet je linkervoet neer. Die ander komt nog meer over je benen, alsof je fancy aan het zitten bent. En je laat ze naar links vallen en je kijkt zelf naar rechts. Voor je onderrug een twist, maar ook voor je benen. Als je wil, kan je dat onderste been neerleggen en dat been nog iets verder naar voren trekken. Maar kijk even wat jij, wat voor jou werkt. En vooral of je je been, je bil wil stretchen of je onderrug. In elk geval is dit voor allebei. Kom weer terug naar het midden. Zet je rechterbeen neer, strek je linkerbeen uit. Pak hem vast, voel die achterkant stretchen. En draai je enkels. En de andere kant op. Leg je enkel neer op je knie, pak hem door het poortje, trek hem naar je toe. Alright, zet je been neer. Fancy deze over dat andere benen laat je naar de zijkant vallen. Kijk zelf naar links, kijk die schouderbladen de grond van houden. Adem diep in. Adem diep uit. Adem diep in. Adem. Knieën naar het midden. En verticaal over je rug heen. Even wiebelen. En wiebel jezelf overeind. Kom even in de kleermaker zitten. Adem diep in. Adem diep uit. Adem diep in. Adem diep uit. De laatste, maak hem groot. Adem diep in. Maak jezelf zo lang als je kan. Handen bij elkaar. Adem uit. En geef jezelf een heel hard applaus. Dankjewel weer voor het intunen. Hopelijk heb je weer een lekkere les gehad. Heeft bijgedragen aan jullie sporty booty. Voel je weer energiek. Dinsdag om 7:30 ben ik er weer. Ook met iets meer cardio, iets meer grote spieren. Ook veel meer staand. Nou, tipje bijgevoegd. Super lief als je die wil voldoen. Dan kan ik toch nog een beetje sportles geven. Vind ik super leuk. Dus doe dat vooral heel graag. Dankjewel. En denk even over na. Dat mocht ik binnenkort voor de dinsdagavond lessen in Utrecht live gaan geven. Of je dat leuk vindt. Laat het even weten of dat je denkt, nee, ik vind thuis eigenlijk veel fijner. Let me know. Hopelijk zie ik je dinsdagavond. En anders volgende week zaterdag is hier weer Sander op de zaterdag. Alright, tot snel. Doei doei.